Daar zit ze, de sluipmoordenaar van de agrarische sector. Terwijl onze boeren op de rand van de mag afgrond ik heel staan, even? Doet minister Schouten mag er alles ik heel aan. Even? U gaat toch niet de minister sluipmoordenaar noemen? Van de agrarische sector? Nee, dat kan niet. Neem het terug. Dit kan echt niet. Het gaat te ver. Ik neem dat niet terug. Nou, dan vind ik het echt stuitend dat u dat zegt. Daarvan neem ik dan kennis. Terwijl onze boeren op de rand van de afgrond staan, doet minister Schouten er alles aan. Ja, ze de heer Geurts. De heer Geurts. Ja, voorzitter, ik vind deze aantijging echt niet kunnen. En ik ondersteun de oproep van onze Kamervoorzitter om deze woorden mee te nemen. Om die terug te nemen. Dit kan echt niet. U kunt, zegt de heer tegen Baudet, de minister niet zo betitelen in uw eerste zin. Kan echt niet. U heeft er ook geen onderbouwing nog voor kunnen geven. Maar ik verzoek u om dit gewoon terug te nemen. Ik zou echt beroep op u willen doen om die woorden terug te nemen. U kunt het niet eens zijn met het beleid van de minister. Inhoudelijk het beleid van mij heeft u alle ruimte om dat af te kraken. Maar iemand voor sluipmoordenaar uit te maken, vind ik gewoon niet kunnen. Dus ik denk dat het goed is als u dat gewoon doet. Ik vind het beleid niet kunnen. Ik vind het beleid niet kunnen wat wordt gemaakt in Nederland. Ik vind de besluiten die worden genomen niet kunnen. En ik vind dat er een sluipmoord wordt ondernomen op onze agrarische sector. En ik hou daar degene die dat beleid maakt voor verantwoordelijk. En ik denk niet alleen dat dat mijn recht is, maar zelfs mijn plicht. Want het is onze taak als volksvertegenwoordigers om op het scherp van de snede beleid te bekritiseren, om alternatieven voor te stellen en om op te komen voor de mensen in Nederland. Ja, maar niet om een minister voor sluipmoordenaar uit te maken. Dat kan gewoon niet. De heer Moorlach. Ja, voorzitter, als de heer Baudet dit niet terugneemt, heb ik wel even behoefte aan een korte schorsing om met de collega's te overleggen. Mevrouw Dick Faber. Voorzitter, we debatteren hier met elkaar op inhoud. Ik vind deze uitspraak van de heer Baudet echt niet kunnen. Ik heb hem de uitspraak niet horen terugnemen en ik steun wel het verzoek om een korte schorsing. De heer Harbers. Ja, voorzitter, het wordt alleen maar erger. Ik denk dat de heer Baudet er goed aan doet om de opmerking terug te nemen. Ook omdat de redenen die hij vervolgens geeft gewoon echt kant nog wal raken. En zeker niet voor deze betiteling de onderbouwing zijn. De heer Bisschop. Voorzitter, ik kan me voorstellen dat je in een verhaal en een betoog behoefte hebt aan metaforen en beelden om je verhaal duidelijk te maken. Alleen, die moeten wel ook de werkelijkheid enigszins weerspiegelen. Ik geef collega Baudet echt in overweging, ik steun het verzoek van neem het terug. Dit is een buitenproportionele vergelijking, moeten we niet doen. Enige hoffelijkheid in de omgang met elkaar is toch het minste wat we hier nog een beetje kunnen betrachten. Nou, zo even schorsen dan.